Ik kan die dingen niet accepteren, gek. Ik ben op die opzicht een heel ander mens. Ik ben filosoof eigenlijk, van huis uit. Ja, ik ben filosoof, hè. Ik ben filosoof, ja. Wij eten het ook wel eens lekker. ik denk over de dingen na. Ik denk door, hè, zou ik maar zeggen. Weet je wat ik wel eens denk? Alles is zo relatief, denk ik wel eens. Hoe vind je dat? Nou, of is dat alles gedacht, Tom? Nee, dan moet je het zeggen. Dan ga ik wat anders denken. Dan kan je mij helemaal niks schelen. Maar alles is toch relatief als je dat doordenkt? Ik zou maar zeggen, noem maar wat. 3 haren op je hoofd, dat is weinig. Nee? Maar in je soep? Ja, u lacht, maar er zit 20 uur denktijd achter, hoor. Die soort dingen. Ik zou maar zeggen, als wij wonen buiten. Als ik naar thuis kom, dan ga ik niet naar binnen. Nee, dan ga ik niet naar binnen. Dan blijf ik soms nog een uurtje toe of zo. Maar, nee, eerlijk, dan kijk ik naar het zwerk of zo. Dat vind ik heerlijk. Ja, dat vind ik gek, maar ik ben een zwerkman eigenlijk. Hè. Ik kan uren gewoon naar het zwerk kijken. Dat heeft ook niet iedereen. Dat moet je in je hebben. Maandag 5 mei. Zoeken naar teksten. Zoeken naar iets wat vlakbij moet liggen. Verdwalen in de onzalige bossen. Zeker weten, de veilige hoeve is heel dichtbij. En boven de bomen moet je de boerderij kunnen zien liggen. Misschien als je sterft gebeurt er net zoiets. Sterven is misschien zweven boven de bomen van het bos. En ineens duidelijk zien hoe dichtbij alles was, waar je zo lang en zo moeizaam naar hebt gezocht. Als op het Leidseplein de lichtjes weer gaan branden, ontwaakt in ons het decembergevoel. Bij dat gevoel hoorde jarenlang Wim Kan. Zou hij er zijn op oudjaarsavond of niet? En als hij er was, hield hij ons massaal gevangen. Wim Kan, met Corrie aan zijn zij. Ze zijn er alleen nog in brons gegoten, aan elkaar geklonken, zoals dat ook tijdens hun leven was. Voor Wim Kan is theater een passie. En het publiek is een grillige minnares. Onberekenbaar, veel eisend. Hij heeft er alles voor over, maar dan wel met Corrie in de buurt. Als zij later ziek wordt, werkt de driehoeksverhouding niet meer. Dan ziet het publiek een vermoeide man. Ja, wat heb ik dan nu allemaal keurig nette mensen in van die zakken pakken. Dat vind ik allemaal niet. Heb je niks aan, er moet wat gebeuren. Er is helemaal niks gebeurd nog. En ik weet het precies, als ze weten dat ik oude jaar ga doen, dan zijn ze heel voorzichtig die laatste dagen. Toch weer even op die stoel. Want de rest ken ik uit mijn hoofd. Wim Kan zal ons met oudjaar niet meer over de drempel trekken. Ons verhaal begint bij de kleine Kan. Hij wordt geboren als jongste zoon van de minister. Komt uit een vrolijk nest. Zijn vader is sportief en wars van alle vertoon. Gaat zijn kinderen voor in liefde voor de natuur. De lange wandelingen van Wim Kan moeten hier hun oorsprong vinden. Wim is geen studiehoofd. Hij wil aan het toneel. Hij probeert zijn sluimerend talent uit op het gezin. Tussen de schuifdeuren. Vader minister geeft Wim zijn zegen. Maar Wim moet er dan wel voor gaan leren. Hij gaat naar de toneelschool in Amsterdam. Het is het begin van een lange carrière. Er waren van die kinderen op school die zo'n beetje zo van, nou ja, ik zal het wel zien van dat, maar Wim en natuurlijk, dat deed mij ook goed. Ik was ook gewoon van op de toppen van mijn tenen, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dus dat had hij ook. Dat voelde prettig aan. En dan ontmoet Wim Kan voor het eerst Corrie Vonk op een kunstenaarsfeestje. Hij kan haar niet weerstaan. Ze is een bekende revuester, staat op het toneel met de grootte van haar tijd, zoals Louis Davids. Al van kindsbeen af staat ze op de planken. Omdat ze klein is, speelt ze vaak kinderrollen. Ze komt uit de Vrolijkstraat in Amsterdam. De Corrie stond helemaal buiten het leven. Die wist helemaal niks. Minister had ze nooit van gehoord, dat was onzin. En politiek helemaal onzin. Maar dat vond mijn vader weer zo leuk. Lentje? Ja, tante Bet. Monsieur? Ja, tante Bet. Zeg jij eens eventjes wat je gezien hebt?
Ik heb ook zaterdagavond... Nou, wat doen dan? Met twee meiden uit de tent zien stappen. Het is een paar geworden, terwijl wij allemaal dachten, nou kom, nou nee, het is te gek, die Corrie. Zo'n uitgesproken volkskind en Wim uit dat Haagse toch wat intellectuele milieu. En daar dachten we, dat duurt niet. Dat is eigenlijk het enige goede, echte, hele lange toneelhuwelijk, als ik er nou eens over denk. Wat er in al die jaren dat ik nou bezig ben, zo'n 60 jaar, ooit geweest is. Ja. Er stond een advertentie. Herders gevraagd, daar hebben we toen samen op geschreven. En wonder boven wonder, wie had dat ooit gedacht? Toen hebben we die baan ook nog gekregen. Een man moet eigenlijk tweemaal in zijn leven een belangrijke keuze doen. Eenmaal kiest hij zijn beroep. En eenmaal zijn vrouw. Het beste is volgens mij om vrouw en beroep niet los van elkaar te kiezen. Zoals je ook een hoed moet uitzoeken met het pak aan waarbij je hem denkt te dragen. Toen ik mijn huwelijkshoed ging kopen, had ik het pak aan waarbij ik hem voortaan wilde dragen. Met andere woorden, ik had mijn beroep al uitgezocht en vond de vrouw die daar naar mijn mening bij paste. Dan richtten ze samen het ABC-cabaret op. Corrie verzint de naam. De première is in het Leidse Pleintheater. Corrie trekt als beroemde ster de aandacht naar zich toe. Wim Kan valt nog niet zo op. Hij schrijft vooral teksten. Zijn teksten zorgen voor meer inhoud en ontroering dan in het cabaret tot dan toe gebruikelijk is. Zij brachten iets totaal nieuws. En er was ook een grote betrokkenheid bij het dagelijks gebeuren, het wereldgebeuren. Alle mogelijke dingen werden aangesneden. En alleen de katholieke pers, die was tegen. Je kunt in die recensies dat ook allemaal lezen, van niet geschikt voor jeugdigen en zo. Ja, er werd gepraat over seks, om maar eens wat te noemen. Hè? En bovendien, ze hadden soms ook politieke nummers. En daar werd ook bezwaar tegen gemaakt. De politie is een keer na ditzelfde Leidse Pleintheater gekomen om een bepaald nummer te verbieden, omdat daarin Mussolini en Hitler werden uitgebeeld. Het waren bevriende staatshoofden. Als je bedenkt dat koningin Wilhelmina op de verjaardag van Adolf Hitler in die tijd een gelukstelegram stuurde. Ja, dat is toch typerend voor de hele situatie. In Duitsland krijgen de fascisten de macht. Bekende filmregisseurs vluchten naar het buitenland. Voor Kan moet het een eer zijn te spelen in een film van zo'n regisseur. Krijg het zo kort? Dat voert George toch al die tijd uit? Hij is al 20 minuten weg? Nee, zo lang nog niet. Maar hij moest er toch al wel een taxi gevonden hebben? Nou, voor 11:30 zal ik er zeker geen eentje vinden, dame. Want ze moeten eerst een vrachtje van de komedie hebben gelost. We kunnen hier toch niet blijven wachten tot 11:30? Ja, ik kan er niks aan doen, dame. Hé, hey, George! Heb je er een? Er is er geen een te krijgen. Moet geen maar doen. Ach, zo moet er in te vinden zijn. Ze zijn weg, ze zijn allemaal weg. Toen dan heb je natuurlijk iets goed gekeken. Jawel, naar de ene kant ben ik gelopen tot de Keizersgracht en naar de andere kant binnen tot het Vondelpark. Maar er is er geen een meer vrij. Heb je op de Leidse Kade gekeken? Ik sta nog geen op de Leidse Kade. Oh, je hebt het niet echt geprobeerd. Nee, je hebt het best genoeg gedaan. Toen gaan we nog eens kijken en kom niet terug voordat je een taxi gevonden hebt. Ja, stil maar, ik ga al. Nee, als ik er geen vind, kan ik er ook niks aan doen. We beleven de jaren van de wonderen der techniek. Het gaat goed met het echtpaar en met het ABC-cabaret. Televisiepionier Erik de Vries verleidt hen mee te doen aan een televisie-experiment. Wim Kan vindt televisie maar niks. Zijn liefde ligt bij het theater. Het ABC-cabaret vertrekt naar Indië. Ze zullen er een tournee maken door de archipel. 100 dagen uit hun thuis is het plan. Onbezorgd gaan ze op reis. Zich niet bewust van wat hen in Indië nog te wachten staat. 6 maanden later breekt in Europa de oorlog uit.
Want zo is de mens in al zijn glorie. Contramineus, onlogisch en inconsequent. En ook desgewenst kort van memorie. Waardoor hij soms zichzelf als het moet niet eens herkent. Nederland is bezet door de Duitsers. Van de geplande terugkeer naar huis is geen sprake meer. Dus gaat de ABC-groep maar weer op tournee. Dan mengt Japan zich in de oorlog. Als de oorlog ook Indië bereikt, zijn Corrie en Wim op Sumatra. Ze moeten dan snel terug naar Bandung, waar Kam wordt gemobiliseerd. Hij wordt omroeper van de generale staf. Lang duurt het niet. Na de inval van de Japanners op Java geeft het KNIL zich over. En Wim Kan wordt geïnterneerd. Corrie en Wim worden van elkaar gescheiden. Het is ruim 50 jaar later. In Amerika ontmoeten we Nico Reyer, een kampgenoot van Kan. Ter versterking van het moreel van de gevangenen wordt Kan gevraagd optredens te verzorgen. Nico Reyer wordt een van zijn vaste begeleiders op de accordeon. Ik had mijn accordeon daar niet. Ik was ook gewoon een gevangene als eerste. Je neemt je accordeon niet mee. Maar we hebben dus medewerking gehad om die accordeon in het kamp te krijgen. En daar heeft Corrie Vonk een grote rol in gespeeld. De geïnterneerde mannen gaan op transport naar Burma. Ze moeten er werken aan de spoorlijn. De tournee van 100 dagen heeft voor Kan een affrante vorm aangenomen. Er wordt van kamp naar kamp getrokken. Uitputting, tropenziektes en ondervoeding eisen slachtoffers, elke dag. Het was echt jungle. En hoe verder je in die jungle verstreekt raakte, daar liep één weg doorheen, een soort van olifantenpad, en daar werd die spoorlijn aangelegd. En die spoorlijn die zal nooit gebruikt worden verder, want er is door de krijgsgevangenen van allerlei rotzooi in gestopt in die taluds. Maar het was echt jungle en het was dus somber. En zo waren de mensen die aan de railroad werkten, en die waren moe, die vielen in slaap. Maar wij waren niet zo moe als die mensen die aan de railroad werkten. Want het werken met Wim Kan is geen spitten aan de railroad. Dat is een feit. Dus wij moesten ook de voorstellingen daarna regelen dat die mensen niet in slaap zouden vallen. Zondag 2 augustus. Om de pret van de krijgsgevangenschap wat te verhogen, zitten er tegenwoordig maaien in de rijst. Het maakt me straalmisselijk, maar ik eet ze lekker op. Je moet toch blijven leven. Gisteravond grote voorstelling, enorm succes. Japanse schildwacht met uitgestoken hand naar me toegekomen en met behulp van een tolk mij gefeliciteerd. Hij kon wel zien dat ik een beroepsman was. Oorlog, waanzin. En mensonterend. Tot de waanzin van de oorlog hoort het moeten missen van Corrie, die haar eigen portie waanzin te verwerken krijgt. Voor de Japanners is ze geen gemakkelijke gevangene. Ze weet ze te ontlopen, is vindingrijk, doortastend en is voor niemand bang. Ook Corrie krijgt verplicht amusement opgelegd. Ze geeft 298 vrolijke voorstellingen. Tussen de bedrijven door helpt ze waar ze kan. Woensdag 15 juli. Als we hier uitkomen wil ik niets anders meer dan met Olle alleen zijn. Dagen, weken lang. Niemand zien of spreken. Ik heb nu mijn werk. Soms meer dan mij lief is.
Hoewel ik het voor geen geld zou willen missen. Ik denk nu veel aan avonden alleen met een pianist. Echte voordrachtsavonden, 6 maanden van het jaar. En Corrie met kleine Wim thuis aan de plas in Holland. Hoe langer die oorlog duurde, hoe meer die ging twijfelen of hij ooit nog Corrie zou terugzien. Of hij ooit nog Nederland zou terugzien. Aan de ervaring van Raaier en van mij, of we er nou met z'n tweeën waren, of de een aan de ene kant, de ander aan de andere kant. Die was dat zodra iemand zo ging denken, dan gaf hij de moed op. Dus bij ons was het de hele tijd van proberen hem eruit te halen en aan het werk te krijgen of zo. Op de verjaardag van de koningin maakt een tekst van Kan een storm van emoties los bij de mannen. Als Kan is uitgezongen, zingen ze spontaan het Wilhelmus. Het had Kan zijn kop kunnen kosten. September, najaarsweer, de bladeren vallen neer. In de schoorsteen morrelt de wind, de zomer vlucht, de herfst begint. De storm in grauwe lucht is krachten aan vergaren. In Europa vallen de bladeren. Hoor, de wind dreunt door het woud, ginder valt al iets zwaars. Kijk, de wind speelt als een kind met de man uit de laars. Pakt hem op met een ruk en verdrinkt hem dan zo uit het paleis van geluk in zijn eigen pool. Kleine man, met je snor, blijf buiten deze wind. Want die blaast jou tot slot in de richting van het schavot. Kijk goed uit met die wind, want de storm beukt erop los. Het wordt herfst in het dictatorbos. Wim Kan deed dus een one-man-show van 1,5 of 2 uur... voor een publiek van 1,000 of 1,500 mensen. In de open lucht. En dat is natuurlijk een enorme fysieke opgave ook. En dan voor iemand die toch al verzwakt was door ziektes en zo. Avitaminose en al dat soort dingen meer. Dat werd erg veel. En hij is dus de laatste periode daar heeft hij eigenlijk niet zoveel meer gedaan. Woensdag 20 oktober. Alleen op de boom. Erge downstemming weer eens voor 1 of 2. Zie er niets, maar dan ook niets meer in. Hoor de raming van nog 15 tot 18 maanden. Dan ben ik precies dood. Voel me matig. Zwerende voet, sterretjes bij het opstaan en aldoor moe en duizelig. Eten zeer slecht. Geloof vandaag in reïncarnatie. En verheug mij erop geboren te worden in een wereld zonder oorlog. Als Hollander in Velp of Kudelstaart. Een boze droom komt ten einde. Maar voor Kan zal Burma levenslang een nachtmerrie blijven. Intussen is Corrie vrij. Op een dag wordt ze in Bangkok gesignaleerd. Dan staat ze voor hem, met in haar rugzak alle teksten van het ABC Cabaret. Er leven niet veel mensen meer die het hebben meegemaakt. De vijand heeft er ongeveer 1/3 afgemaakt. Die slapen in een jute zak. De Burma-hemel is hun dak, de kampen zijn verlaten, leeg de cellen. Er leven niet veel mensen meer die het kunnen navertellen. Wat aan die spoorlijn is gebeurd, weten de doden alleen. Daar, onder elke dwarsligger, ligt wel geteld er één. Maar die houdt in de Burma-grond tot in de eeuwigheid zijn mond. Osaka had hij nooit kunnen voorspellen. Er leven niet veel mensen meer die het kunnen navertellen. Die alles weten nog van toen, de 3 pagoden pas. De dode spoorlijn bij Rangoon ontvluchtte, hoe dat was. Je werd, zonder te zijn verhoord, op keizerlijk bevel vermoord. Maar wie zou dat nu nog tentoon gaan stellen? Het
er leven al haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. En toch leeft er nog altijd één die het navertellen kan, die de geschiedenis kent als geen, de keizer van Japan. Nou hij niet opgehangen is, had op Soestdijk toen aan de dis tenminste toch eens iemand kunnen vragen hoe dat zat destijds in Burma aan die railroad met die doden en die zieken en die honger en die cellen. Wat had hij dat, terwijl hij at, mooi kunnen navertellen. Na 2279 dagen zijn ze weer thuis. Nederland is dan al een jaar bevrijd. Ze reizen direct door naar Kudelstaart. Eindelijk kan Wim Kan nu vorm geven aan die andere droom, die hem in Burma op de been hield. Aan de plas bouwt hij het Ollehuis, dat werd ontworpen door een gevangene uit het kamp. Ongenood is hier niemand welkom. Het is de veilige plek die hij na de verschrikkingen van Burma nodig heeft. Meer dan ooit is Corrie de spil van zijn bestaan. Altijd samen, amen, is hun parool. En als je mag komen, is voorzichtigheid geboden. Want het spinnenweb op de voordeur heeft ook recht van bestaan. En bomen en planten zijn er niet om te snoeien. Die geest waart niet meer aan de Westeinderplas. Met Wim en Corrie, of Olle, of Tuf, is hij verdwenen. Het konijn is dood. Het lag vanmorgen zo en hij is dood in zijn hok. Het beest was zelfs al koud geworden. Gek, dat ik toch even schrok. Wat zou dat nou eigenlijk zijn? Morgen koop ik een nieuw konijn. Konijn is dood. Ja, met konijnen loop je steeds dezelfde kans. Het zijn per slot geen sterke beesten. Het ABC-cabaret pakt de draad weer op. Ondanks de naoorlogse soberheid zitten de zalen vol. Wim Kan begint met de politieke conferenties zoals hij dat in Burma deed. Hij is er de uitvinder van. Hij draagt nu de voorstelling in plaats van Corrie. Kan is op weg een nationale figuur te worden. Na 46 heb ik hem dus regelmatig opgezocht in de kleedkamer. En heel voorzichtig geprobeerd om hem te interesseren voor de radio. En dat lukte een keertje in mijn zondagmorgenprogramma Triangle voor de VARA. Een keertje een kwartiertje, ook een keer een half uur in 1953. Nee, eerst in 50 ook nog, met Pasen. En toen 3 jaar later in 53 ook weer met Pasen een half uurtje. En toen heeft hij de smaak blijkbaar te pakken gekregen. Want op een van die bijeenkomsten hier in de kleedkamer zei hij ineens tot mijn grote verbazing: weet je wat ik leuk zou vinden? Een uurtje op oudejaarsavond. Helemaal in mijn eentje. Dat zou ik leuk vinden. Luisteraars, op deze laatste avond van het jaar 1954 bevinden wij ons met de VARA-microfoon Amsterdam. 500 bezoekers wachten in spanning op de komst van Wim Kan, die het komende uur zal vullen met eigen liedjes en conferences. U kunt nu 2 dingen doen. U kunt me nu aanzetten en afzetten. Zo, ik heb me nou het hele jaar laten afzetten en nou wil ik eens aangezet worden. Mensen moeten zich tot niets laten aanzetten in het nieuwe jaar. Nou, in elk geval, dames en heren, het ziet er allemaal feestelijk uit op deze laatste avond van het jaar. Tjonge, jongen, een jaar wel geweest hoor. Jongens, was jaartje wel. Tjonge, jongens, ik heb een jaar achter mijn rug hoor. Ik denk, wat heb ik nog achter mijn rug? Was dat jaar wel? Zaterdag 2 augustus. Nooit heb ik volop genoten van het succes. Ik heb er meer met argwaan naar geluisterd. Ik zit op mijn steiger en heb zojuist gelezen wat ik geschreven heb. Wat ik meen te voelen. Wat me remt. Wat me hindert. Wat me ziekelijk doet verlangen naar pensioen.
Huisje in Zwitserland, zuiden van Frankrijk. Maar in elk geval weg uit dit soort onbestendigheid. Dit roekeloze leven op die draad van het succes. Persoonlijk was ik nog niet zo'n Kalsman, hoor. Ja. Ik niet, nee, ik persoonlijk niet. Ik vond, weet je wat ik kabinet Kals vond? Een soort bikini. Nee, niet Kals persoonlijk, maar het kabinet aan zich. Kals heeft van een, iets van een bikini aan zich, dat volgde. Kabinet Kals heeft iets van een bikini. Toen het zat, zei iedereen, ik wou dat het het viel. En toen het eenmaal gevallen was, toen hoorde je veel zeggen, nou, het had toch beter kunnen blijven zitten. Gaan. Nee, daar hebben die andere, heet die ook weer, die dokter Anders Meltzer, of wie die? Dan vind ik net een gladde tikkel met een vette kluif in zijn bek. Iemand die iets van de hondenwereld weet, ja, die weet dat een tackle in het algemeen tenminste, het kunnen natuurlijk uitzonderingen zijn, maar in het algemeen een pinterbeest is en een trouwbeest en een vasthoudend beest. Dus ja, toen men mij vroeg wat ik daar nou van vond, toen zei ik, nou, dat vond ik een mooi compliment. Hij wist het toch wel heel ludiek te brengen. Er zijn toch voorbeelden van, hè? Als je nou bijvoorbeeld neemt zijn befaamde liedje na de crisis in het kabinet de Kwaai. Dat ging over het aantal woningwetwoningen die gebouwd moesten worden. Dat was op zichzelf niet zo'n belangrijk conflictpunt, maar het leidde toch tot een kabinetscrisis. En de Kwaai was minister-president. En toen daar kwam dus uit voort Lijmen Jan. Huh? Lijmen Jan, lijmen met z'n allen. Ah, we hebben een fijne regering en nou willen ze naar huis. Wat heb je daar nou om? En ik had er helemaal niet op gerekend dat ze ineens weg zouden gaan, mensen. Nee, want ze waren al uitgegleden in de margarine. Ze waren gestruikeld over de toto, verslikt in de cocktail en ze gingen maar niet. En nou ineens met die paar ongelukkige huizen. Ik zou elke keer zou ik tegen ze willen zeggen. Het ging net zo lekker, Jan. Trek je er niks van aan. Wanneer de halve Tweede Kamer roept van weg die man. Niet overhaasten, Jan. Je kan toch lijmen, man. Met de Guy Fortman zie je er nieuwjaarsdag geen barst meer van. Lijmen, Jan, lijmen, Jan, lijmen met z'n allen. Lijmen tot je niet meer kan en dan maar carnaval. Lijmen, Jan, lijmen, Jan. Maandag 1 september. Je moet het opschrijven, dacht ik, dat je deze maand vrijwel elke avond met plezier hebt gewerkt. Dat je je vrijwel nooit hoefde te forceren om een lachsucces te behalen. Dat je succes groter werd omdat je tempo wat liet afzakken en de woorden weer duidelijker ging uitspreken daardoor. Ik wil nu zonder enige komedie opschrijven dat ik het nu jammer vind dat de serie ten einde is. Dat ik graag nog een tijdje had willen doorspelen. En dat er straks weer een moment komt waarop ik dit zal moeten lezen en waarop ik dan weer denken zal, was dat echt zo? Of schreef ik het op voor de show? Het was echt zo. En ik zal het niet geloven. Een voorbeeld van hoe hij twijfelde en genuanceerd dacht en hoe zij zwart-wit dacht, zal ik je geven. We zouden een liedje maken en Wim Kam had de eerste zinnen bedacht. Jij bent de nozem van mijn dromen. En dan zei de jongen, en jij bent mijn neurose Marie. Oh, leuk, 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 zegt Corrie. En waar is dat? Waar staan die twee mensen? Waar staan ze? Waar staan ze, zei Wim Kam, ja. Had hij nog niet over nagedacht. Voor mijn part staan ze op een steiger. Hier op een steiger. Aan de plas van Kudelstaart. Hij zei maar wat, hè. Hij moest ook iets zeggen tegen haar. Twee dagen daarna belt Wim Kan mij op in een totale paniek. Hij zegt, wat er nu gebeurt, zegt hij. Gisteren kom ik thuis uit mijn huisje. En Corrie zegt tegen mij, nou, ik heb hem hoor. En Wim Kan zegt, wat? De steiger, zegt ze. Ik heb hem al besteld en hij staat hier in huis. Dat is een hele steiger. Waarschijnlijk bij de jachthaven gehaald. En ze had hem laten afzagen daar, waar dus het water kwam. En die steiger was kant en klaar. En die stond daar gereed voor het nummer. Dat is typerend, dat huwelijk. Zij was concreet. Zij was zeker. Dus hij kon onzeker zijn. Zaterdag 16 mei. Incident. Waarna voortekenen. Anonieme brieven in januari 59. Viezerik, ik krijg je nog wel.
In feite komt het erop neer dat wanneer iemand op tientallen meters afstand beweert dingen gezien te hebben, een politieagent zomaar de door deze getuigen aangewezen man meeneemt naar een politiebureau, waar enkele agenten een houding aannemen van kom, er is natuurlijk wel wat gebeurd. Levensgevaarlijke situatie. Ik breng soms uren door op het strand of in de bossen. Het is zeker niet de eerste keer dat ik met kinderen in gesprek raakte. Ik heb daar veel plezier aan beleefd. En nu door dit geval voel ik me een soort vieze man met snoepjes. Incident sloot na kort gesprek met heer Smit. Er is niets aan de hand. Vergeet SVP de zaak. Zaak vergeten. Ik liep met Meike over het strand en we zeiden tegen elkaar, of ik zei tegen haar, god, dat is Wim Kan. Ze zei, nee, dat is Wim Kan niet. En ik zei, dat is Wim Kan wel. Nou, laten we het vragen. Dus wij gingen op hem af en ik vroeg hem, bent u soms Wim Kan? En toen zei hij, nee, altijd. Dus dat was de allereerste keer. En toen hebben we meteen een fikse strandwandeling gemaakt van een uur of twee. Soms praat hij gewoon over, over de dingen die gewoon van de dag waren. En dan zag je een vlot en dan vroeg hij, durf jij op dat vlot? En dan zei je geen nee. En dan durfde hij dat en dan werd je kletsnat. En dan zei, ja, maar u durft helemaal niet. Hij durfde wel en hij werd ook kletsnat. Dus dat was altijd het leukste. Dat vond hij ook altijd het leukste. Om ja, dit soort kladderen in het water, zoals hij dat zelf noemde, uit te spoken. En ik vroeg ook, heeft uw vrouw dan geen zin om mee te gaan wandelen? Ze zei, nee, daar houdt ze niet van. Ze houdt niet van het strand. Ze houdt wel van het bos, maar niet van het strand. Ik heb zelf nooit het idee gehad dat ze jaloers was. Ze regelde ook veel. Ze belde dan wel eens van, ik vind dat hij te weinig wandelt. Kunnen jullie dit weekend, dan stuur ik hem wel. En dan kwam hij hier in mijn kantoor en vertelde hij wat hij die middag allemaal had beleefd. En altijd sloot hij het af met, ik heb weer de middag van mijn leven gehad. En dan vroeg hij daarna, wil je mijn vrouw bellen, dat ik eraan kom. En dan zag ik hem drentelen zo. En dan moest hij, dan nam hij toch weer de telefoon over. En dan ging ik Corrie ook weer precies vertellen wat hij mij verteld had. Ja, ik was meestal om, niet meestal, ik was er altijd om 5 voor 6. Want ik nam daar ruim de tijd voor. Want Wim Kan stelde het geweldig op prijs. Als je niet 1 minuut voor 5:30 kwam en natuurlijk ook niet 1 minuut na 5:30. Dus als ik, wat ik meestal was, te vroeg, dan stopte ik 100 meter van zijn huis. En dan zorgde ik toch dat ik precies 5:30 voorreed. Dan kwam hij en Corrie kwamen zo het pad aflopen. En ik reed dan de auto zo voor. Dat vond hij geweldig. Dat was teamwork. Het ABC-cabaret is ook een springplank voor jong talent. Veel nu bekende artiesten zijn er begonnen. Het wordt het klasje van Wim Kan genoemd. Deze film was indertijd een kerstcadeau voor meneer en mevrouw Kan. Aangeboden door de jonge artiesten die er toen werkten. Ze gaan erin op zoek naar het gestolen pret-elixer. Het zou helpen tegen de vijandige pers, waaronder Kan toen leed. In de hoofdrollen Frans Ruhl, Wout van Liemt, Wieteke van Dort, Marnix Kappers en Frits Lambrechts. Het nieuwe De La Mar Theater is een soort huistheater van het ABC Cabaret. Kan speelt er graag. De jonge artiesten spelen er onder de hoede van vader en moeder Kan. Met mijn vlag en je hoedje en de toeter. Oranje boven, oranje boven. Leven de boom heen. Zo hou ik door de eeuwen heen de vorstenhuizen op de been. Hoofdzakelijk door juichen en betuigen. Ze mogen
we ons wel dankbaar zijn. Hoe zal er ooit een koning zijn? Als ik zou zeggen, ik blijf vandaag maar leggen. Want oh, ze hebben ons zo stevig vast. Met één woord haal ik mijn jurkie uit de kast. Ik vertolk de gevoel. Het jonge talent geeft Corrie Vonk alle gelegenheid te ontmoederen. De kleurrijke sjaals en truien die ze voor hem breidt zijn legendarisch. Maar op het toneel duldt ze, professional als ze is, geen geschmier. De ensembleformule Corrie en Klas voor de pauze, de meester erna, heeft zijn beste tijd gehad. Het is een symbool voor het uiteengroeien van hun beider talent. Een man als Wim Kan in ons vak, in die tijd, want waar ik over spreek, is natuurlijk 30 jaar geleden. Als je manager was van Wim Kan, ja, dan was je echt manager. Hij begroette iedereen, toonde een oprechte belangstelling voor iedereen die je met het theater te maken had. Iedereen voelde aan wanneer kan dat hij ook het personeel als mensen beschouwde. Dat je er toch met z'n allen een theatervoorstelling moet uitvoeren. Ja, ze deden alles voor hem. Bij wijze van spreken, ze gingen voor hem door het vuur. Wilde ik mijn echtgenoot voorstellen, Theo. En toen zei hij, ja, kom zomaar terug, want hij stond op zijn hoofd. Oh ja, ja, dat deed hij. Ja, ik weet wel waarom, maar dat zeg ik niet. En wat hij ook altijd zei, meneer Kan, als een vrouw Kan naar de stad ging, soms ging met hem mee naar de stad, zei hij, neem je cadeautje mee. Dus hij wil altijd een klein cadeautje hebben, als een paar sokken of... Gelukkig zijn de kleedkamers in al die jaren nooit veranderd. Dit was de kleedkamer van mevrouw meneer Kan. De grootste hadden we en die stond dan helemaal boordevol met spullen en spulletjes. Heel gezellig gemaakt, kleedjes, poppetjes, kastjes. Koelkast geloof ik namen we zelfs de laatste jaren mee, terwijl we helemaal geen koelkast nodig hadden. Dat was het domein van mevrouw Kan. En hiernaast, dat noemden we de Liegewagen, geïnspireerd op de treinreizen naar Zwitserland. En dat was eigenlijk de kamer van meneer Kan. Die verkleedde zich altijd zo laat mogelijk, dus die liep de hele avond in zijn badjas rond. En lag dan voor de voorstelling uitgeput hier, zelf van aanmächtig zo op die liegewagen. En was zich aan het voorbereiden voor de conferentie. Dat betekende dat we alle spiekborden op een rijtje gezet hadden. En daar werden af en toe spiekborden tussenuit genomen, omdat daar nog grappen gewijzigd moesten worden. En we hadden elke dag dus nieuwe grappen. En die werden eerst zeg maar in de grote kleedkamer met z'n allen een beetje uitgeprobeerd. En wie er wel lachte, wie er niet lachte. En we hadden eigenlijk de hele dag er al een beetje over zitten praten. Dan werden ze hier dus op het speakboard gezet. Op het laatste moment dacht hij van nou nog een andere volgorde. En dan meneer Van Liemt zorgde voor de speakboarden. En die zat in de kaartenkamer, dat was twee deuren verder. Want hier zat meneer Van Veen, Ruud van Veen, onze pianist, die lieten we met rust. En dan was dit de kaartenkamer en dan zat meneer Van Liemt als een waanzinnige te werken aan die speakboarden. Maar dat was zoveel materiaal per avond wat veranderd moest worden. Dus dan zat hij dat en in het rood en in het zwart te veranderen. En dan te plakken, volgordes door elkaar. En dan pakte ik een bord wat daarmee klaar was. En op het laatste moment, hup, terug naar de liegewagen. En dan probeerde Kan dat zoveel mogelijk die steekwoorden en voor te bereiden. Voordat meneer Kan opkwam, stonden we hier al met z'n allen ongeduldig te wachten. De zaal zat, de zaal was klaar. En dan was het wachten alleen op meneer Kan. En dan riep mevrouw Kan hier het trappetje af. Wim, Wimmie, ze zit al. Maar ja, Kan was altijd toch nog eventjes aan het aarzelen, tijd trekken. MUZIEK
zee. Kom je eruit? Ze zijn allemaal te ver in zee en het is zo gevaarlijk, mevrouw. Dat is het moeilijkste vak wat er in heel Nederland bestaat, het vak van botman. Dat vinden de mensen die geloven, het vak van botman. Dat is het moeilijkste vak wat er is. Er zijn een hele hoop andere vakken, daar kun je met je pit naar gooien, maar het vak van botman niet. En weet je wat de grote moeilijkheid van het vak van botman is? Kijk eens, de mensen hebben ons geen richtlijnen gegeven. Als ze tegen mij hadden gezegd, Arie, tot zover mag je de baaiers laten gaan. Of tot zover kun je ze te water laten, dan waren er geen moeilijkheden geweest. Maar die richtlijnen binnen er niet. Je moet dan alles op je veiling doen en dat is de grote moeilijkheid. Begrijp je wel? Je moet alles op je veiling doen en een kind kan begrijpen dat je voor een jong eerder moet blazen dan voor een lunch. Met jou, Indy, als hij badman was. Ja. Nee, wij zongen dus... Harderwijk, Harderwijk, Harderwijk. Ze hebben het hart uit je lichaam gerukt. Jij hebt met de duivel zijn moer aangepakt. Ze hebben je toch klein gekregen. Ze hebben je zeedroog gelegen. Je folklore verloren op het kermisterrein. Je dolfijn, Harderwijk in het bazijn. Dinsdag 16 juli. Première Hop 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 achter de rug. Grote bittere teleurstelling. Over het algemeen slechte pers. Parool vrij goed, Volkskrant zeer slecht. Dit zijn geen recensies, dit is valsheid in geschriften. Totaal nu 7 voorstellingen gespeeld. Al spelend het gevoel iets goeds in handen te hebben. Vrijdag 8 november. In mijn ogen een leuke, vooral na de pauze stralende première. Vrijwel alles raak in een enorm contact met de zaal. Na enkele dagen kreeg ik het Utrechts Nieuwsblad in handen en deugt er niets van. Zaterdag was het nog uitverkocht, maar nu niet meer. Langzaam voltrekt zich het vonnis. Het loopt.